Voor extra veilig en zorgeloos rijden kunt u kiezen voor de optie gevarenzones. U wordt conform de geldende wettelijke voorschriften gewaarschuwd voor snelheidscontroles in heel Europa, snelheidsbeperkingen, zones waar veel ongevallen plaatsvinden, door middel van geluidssignalen en visuele signalen. Als de dienst gevarenzones niet is afgesloten, is het mogelijk om dit alsnog te doen bij uw dealer. De gevarenzones zijn beschikbaar als het TomTom Traffic logo is weergegeven onderaan het scherm. Als dat niet het geval is, verwijzen wij u naar de tutorial waarin uitgelegd wordt hoe de connected services ingeschakeld kunnen worden. Laten we beginnen om de gevarenzones in te stellen. Kies voor menu op het navigatiescherm. Kies vervolgens voor instellingen en als laatste voor het tabblad waarschuwingen. Activeer waarschuwen voor gevaarlijke zones. Klik vervolgens op het driehoekje om de waarschuwingen in te stellen. Stel de gewenste instelling in voor risicozones en gevarenzones. Bevestig vervolgens door op OK te klikken. Ga vervolgens één stap terug en kies voor het tabblad kaart. Activeer waarschuwingen voor risicozones toestaan. Deze instelling stelt u in staat om in real-time een gevarenzone door te geven aan de TomTom community. Activeer daarnaast ook versturen van gegevens toestaan om alle gegevens te ontvangen voor de dienst gevarenzones. Het is altijd mogelijk om deze instelling te wijzigen en het delen van uw localisatiegegevens te stoppen. Dit zal wel de werking van de dienst onderbreken. Bevestig vervolgens door op OK te klikken. Ga terug naar het hoofdscherm voor de kaartweergave. Klik op het symbool Kaartinstellingen. Controleer of gevarenzone is geactiveerd. De dienst gevarenzones is nu correct ingesteld. U wordt conform de geldende wettelijke voorschriften door middel van een visuele en hoorbare melding gewaarschuwd voor snelheidscontroles. De afstand tot de controle en de toegestane snelheid wordt weergegeven. Deze pictogrammen geven het type gevarenzone weer. Klik op de driehoek op het scherm om een gevarenzone door te geven aan de TomTom community. Selecteer het type gevarenzone en bevestig door op OK te klikken. U kunt nu extra veilig en zorgeloos rijden met de hulp van de dienst gevarenzones. Goede reis!